Like deze video als jij een 10 wilt halen voor je toets en negeer voor de 1. Is dat genoeg reden om te liken? Wel binnen 3 seconden. 3, 2, 1. Afkijken. Het mag niet. Het is niet toegestaan. Maar ik ben wel benieuwd hoe mensen het doen. Ik bedoel gewoon zo, weet je wel. Dat werkt niet altijd. Dus zijn er misschien alternatieven? Hè? Dit is dus niet een manier om te zeggen... Hey, afkijken is cool. Je hebt er namelijk niks aan, want misschien dat je dan de voldoende haalt. Maar uiteindelijk dan krijg je de vraag weer en dan weet je het antwoord niet. Stom dus. Op nummer 1 hebben we iemand die op zijn liniaal, waarmee hij dus meet, gewoon de antwoorden heeft geschreven. Of in ieder geval notities. Dus dan denkt de leraar, ach, kijk hem dan. Hij is lekker aan het meten. Toch? Nee, hij is aan het afkijken via de liniaal. Oh my gosh, you are kidding me. Oké, deze jonge man, die heeft een derde soort van arm. Zeg maar, zijn linkerarm zit eigenlijk onder de tafel met een telefoontje, zodat hij kan afkijken. Maar hij wekt de illusie dat hij beide armen op tafel heeft. Dit is toch echt insane. Zijn er echt mensen die dit doen? Oh my gosh. Ik kan me ook gewoon niet voorstellen dat je gewoon zulke methodes moet bedenken. Oké, het is belangrijk om te drinken. En daarom is het ook vaak toegestaan om in de les iets van een flesje water te hebben of iets anders. En deze leerling die heeft daar gebruik van gemaakt. Want die heeft namelijk geen flesje met sinaasappelsap. Maar een flesje met antwoorden. Ja. Oh my gosh, you are kidding me. Nee, is het echt serieus? Oké, dus deze leerling die heeft letterlijk zijn of haar telefoon verstopt in de rekenmachine. En zodra je dan op de 9 drukt, pjoe. Dat is een heel raar geluid. Geen enkele telefoon maakt dat geluid. Als die dat wel doet, check hem na. Maar in ieder geval, druk je op de 9, dan gaat je telefoon aan en kablam, daar zijn je antwoorden. Dit is insane. Oh my gosh. Oh, dit is echt insane. Bij bijna alle flesjes met drinken staat er op de achterkant, zeg maar op het plaatje, staan de voedingswaarden. Hè? Dus hoeveel calorieën erin zitten, hoeveel suikers, et cetera. Deze persoon heeft zelf een etiket ontwikkeld voor zijn drankje. Maar in plaats van de voedingswaarden staan daar gewoon de toetsantwoorden op. Dus als de leraar dat flesje ziet staan, dan denkt hij gewoon, nou, dat is een flesje drinken met gewoon een etiket. Maar stiekem staan alle antwoorden gewoon letterlijk out in die open op het flesje. Oh my gosh. Oké, het kost wel wat werk, maar... You know, doe het niet. Nee, serieus. Nee, niet doen. Oké, dit is echt werkelijk waar insane. Er waren dus een aantal mensen die dit paaltje aantroffen naast het raam van een school. Oké, dus hier heb je het paaltje. Hier heb je het raam van de school. En op het paaltje staan allemaal antwoorden geschreven voor een soort van wiskunde-examen. Dus als ik zou moeten raden wat er gebeurd is, dan is het een leerling die dacht... Ik kan natuurlijk niet afkijken in de les. Maar ik kan wel uit het raam kijken. En hij heeft dus gewoon, voordat hij de les instapte, een paaltje helemaal volgeschreven met antwoorden. Waar hij dan tijdens het maken van de toets via het raam naar kan kijken. Oh, my pepperoni met kruidenkaas. Dat is een nieuw level van afkijken. Onzichtbare inkt die je alleen kunt aflezen met een bepaald soort lampje. Vraag me dan eerlijk gezegd wel af hoe je dat doet. Ik neem aan dat je dan gewoon een soort van leeg papiertje op je tafel hebt liggen. En dat je dan zo'n lampje met je meeneemt. En dat je dan zo stiekem zo dat lampje schrijft. En dan de antwoorden kunt lezen. Deze lijkt mij een beetje lastig, maar het is wel weer origineel. Oh my gosh. Deze persoon heeft letterlijk de toetsantwoorden op zijn schoenzool geschreven. Nou, een halve zool is het in ieder geval niet. Want het is best slim. Als in, je moet het maar kunnen bedenken, right? Alleen, hoe doe je dat dan? Moet je dan letterlijk in de les gewoon... Oh ja! En daar hebben we hem weer, hoor. De jonge man met 3 armen. Eentje onder de tafel met de antwoorden en de ander bestaat niet. Maar je wekt de indruk dat hij op het bureau ligt. Het is echt, wauw. No way. Deze persoon heeft letterlijk een spiekbriefje in zijn pen verstopt. Dus als hij zijn pen eventjes zo onder de tafel opendraait, kan hij daar gewoon een spiekbriefje uithalen. Dit is echt insane. Ja, deze die kende ik persoonlijk al, maar ja, dit is... Weet je wat het is? Het is wel slim. Als je nagellak draagt, dan kun je daarvan alles mee doen, right? Je kunt sterretjes tekenen, je kunt lieve heersbeestjes maken of toetsantwoorden. Ihoeha! Sound effects bij Dutch Shoe. En deze dame heeft dus gewoon, you know, de toetsantwoorden op haar nagels staan. Maar in eerste instantie is dat niet iets waar leraren op letten, right? Die checken het en die denken, oh, ze heeft nagellak, leuk. Maar het is niet dat ze denken van, oh, ze heeft nagellak, dan wil ze misschien wel afkijken. Want ja, daar ga je niet van uit. Oké, ik moet zeggen, dit is ook wel echt een soort van slimme manier om letterlijk gewoon een briefje out in the open aan een tafel te hangen. Maar ja, goed, de leraar die staat vooraan de klas, dus die gaat dat briefje niet zien. Maar letterlijk heel de achterkant van de klas kan dat briefje wel zien. Wauw, insane. Wauw.
You are kidding me. Deze persoon heeft letterlijk een ring ontwikkeld met spiekbriefjes eraan. Dus waarschijnlijk denkt die leraar, wauw, wat een originele ring. Er zit een boekje aan, super cute, super leuk. Maar in feite is het gewoon een manier om af te kijken. Dat is, ik sta versteld. Echt waar. Oh my gosh. Dit is insane. Ik wil ook nagellak en kunstnagels. Kijk waar het voor... Oké, nogmaals, afkijken is niet goed. Maar de manier waarop deze mensen het doen, nail dit. Letterlijk. Ja hoor, een horloge. Kan niet missen. Ja, weet je, een horloge is ook wel echt heel slim hoor. Maar kijk, tegenwoordig wordt het ook steeds makkelijker om af te kijken. Omdat, ja, technologie. Je kunt letterlijk gebruik maken van technologie om zoiets simpels en ouderwets als spiekbriefjes in te verstoppen. Doe het niet. Het lijkt echt alsof ik mensen probeer. Doe het. Nee, doe het niet. Maar meer van, het kan. Maar doe het niet. Ja, de nagels zijn terug. Wauw. Ja, maar deze is wel opvallend, denk ik. Want dit is niet echt een design. Dit is gewoon letterlijk... ik heb antwoorden op mijn nagels, dus ja. Oh, snap. Onder een pleister? You gotta be kidding me. You gotta be kidding me. Dat is echt werkelijk waar bizar. Weet je, die leraar die denkt... Oh, hij is gevallen. So sad. Nee, hij heeft letterlijk gewoon een pleister met de antwoorden eronder. Oh my gosh. Of wat dacht je van deze schoenen waar ook letterlijk de antwoorden op staan? Of tenminste, nou, dat lijkt me sterk, right? Dat lijken mij eerder een soort van gewoon schoolschoenen. Niet schoenen die je van school krijgt, maar gewoon schoenen gebaseerd op schoolwerk. Je snapt het. Hier hebben we gewoon weer iemand die echt de moeite heeft genomen om te kunnen afkijken. Hij heeft letterlijk het Coca-Cola label van de frisdrank nagekomen. Gemaakt. Alleen heeft alle voedingswaarden die normaal op de achterkant staan, heeft hij vervangen met antwoorden voor de toets. Er zijn gewoon een colaatje op zijn bureau staan. En terwijl hij daar zo een beetje naar aan het koekeloeren is onder het mom van ik ben aan het nadenken over het antwoord, leest hij het antwoord gewoon. Ja, no words. Of wat dacht je van een spiekbriefje in je kleding? In je kleding? Dat is best insane, weet je. Want dan rol je even je mouwen op, omdat, nou ja, handig. Nee, omdat afkijken. Daarom. Wauw, ik vraag me echt af of dit werkt. Ik ga het uittesten. Nee! In een gum? You are kidding me. Dat is echt insane. Zeg maar, ik weet niet eens hoeveel moeite het kost om eerst een gum helemaal uit te hollen. Dan op een minuscule wijze alles op te schrijven. Het is wel, ja, het is bizar. Ik heb echt het idee dat flesjes met drinken dé manier zijn om af te kijken. Hier heeft iemand het niet aan de buitenkant van het label geschreven, maar aan de binnenkant. Dus en je hebt een reden om je drankje op te drinken. En je hebt dan daarna de bonus dat je kunt... Spreek voor zich. Ik weet niet of mensen deze dingen kennen, maar dit is zeg maar zo'n soort van stift waarmee je antwoorden kunt weghalen die fout zijn. Dus dan plak je er een heel dun laagje met plakband overheen. Alleen deze persoon heeft daar letterlijk alvast de antwoorden op staan. Dus letterlijk, hij doet dit zzt, en het antwoord staat er. Oh my gosh. Oké, zeg maar, in sommige gevallen mag je tijdens een toets aantekeningen hebben, right? En die aantekeningen worden dan waarschijnlijk van tevoren wel even gecheckt door de leraar of er dus niet letterlijk antwoorden in staan. Maar deze persoon heeft gewoon een aantekeningenboek, wat eigenlijk letterlijk een telefoonboek is. Zijn telefoon ligt erin, hij checkt zijn aantekeningen en kan ondertussen via het internet de antwoorden zoeken. Hier hebben we iemand die de antwoorden niet aan de binnenkant van het flesje heeft. Niet aan de buitenkant van het flesje, maar letterlijk in het flesje. Hij heeft gewoon papiertjes in het flesje die hij er zo tijdens de toets kan uithalen. Oh, ik sta echt versteld. Of wat dacht je hiervan? Je zou toch denken dat dit een potlood is, hè? Is het niet? Nou ja, het is een potlood. Alleen er zit letterlijk een splinterdun papiertje in het potlood met alle toetsantwoorden. We hebben net gezien hoe iemand aan de onderkant van zijn schoenen de toetsantwoorden heeft geschreven. Maar het kan natuurlijk ook in je schoenen. Letterlijk in je schoenen. Dus dan zit je gewoon in de les en dan doe je zo onder de tafel zo even je schoenen uit. En dan heb je het antwoord. Nou, ik weet niet wat ik hiervan moet vinden. Ik bedoel, het is origineel en ik vind het komisch. Maar het is natuurlijk niet goed. Maar het is wel grappig. Hier hebben we zelfs iemand die de antwoorden op een elastiekje heeft geschreven. Nou, laten we eerlijk zijn. Een elastiekje kun je in feite overal mee naartoe nemen. Het is heel klein. Je kunt het om je arm doen. Je kunt het in je broekzak doen. Je kunt het zelfs om een potlood doen. No way. Als je dacht dat een label van een flesje drinken een geniale manier is om af te kijken, dan weet je nog niet van een pennenlabel. Ik weet eerlijk gezegd niet of dit een label van het pennetje is of iets anders. Maar het lijkt alsof ze het van de pen afrolt en de antwoorden staan erin. Of wat dacht je van deze persoon die letterlijk alle antwoorden kant en klaar in zijn blouse heeft, in zijn jacket. Dames en heren, ik ga een jacket kopen. Nee, niet om af te kijken, gewoon om like de video voor meer. Adios.